Hartelijk welkom bij de vijfde editie van Books on Tour. Onze excuses voor het late start. We hadden nog een paar technische obstakels te nemen. Books on Tour is een terugkerend literair cultureel programma. Het is een initiatief van de Stichting Bevordering Lees- en Schrijfplezier. De opzet van Books on Tour is om buiten de grote steden schrijvers en dichters in contact met het publiek te brengen en andersom. De vorige edities vonden plaats in Eindhoven en dit is de eerste keer dat het in Amersfoort gebeurt. Vanavond is het in samenwerking met het Rietveldpaviljoen Fotostad 33 naar aanleiding van de expositie Photos That Matter over Nederlands-Indië. We doen dit vanwege corona noodgedwongen online. En we willen u thuis graag uitnodigen om vragen en opmerkingen door te geven via de chatfunctie bij u in beeld, rechts van het beeld. Daar kunt u uw vragen intypen. Als u die vraag anoniem wilt stellen, wilt u dat er dan bijzetten. We hebben vanavond drie gasten. Diederik Samwell, Jesse Taihutu en Ellen Dekwits. En we hebben ook muziek. En dat is West Coast Acoustic met George Pelopessi, Stefan de Wolf, Jurri Zaat en Percy Huijer. En een van de muzikanten, Stefan de Wolf, is de zoon van een van de Blue Diamonds. En iedereen van mijn leeftijd, en misschien ook wel jonger, zal zich herinneren de Blue Diamonds uit de jaren 50, 60 van de vorige eeuw. Road to where you are. I'm
De eerste gast van vanavond is Diederik Samwell. En ik mag Didi zeggen. Zeker, Adriaan. Didi is een auteur en freelance journalist. En hij woonde tussen 1998 en 2011 in totaal 6 jaar in Suriname. Waar hij verschillende boeken schreef. En als journalist verdiepte hij zich onder meer in het Surinaamse voetbal en in de Surinaamse muziekgeschiedenis. In 2013 debuteerde hij als romanschrijver met Jelaya, een Surinaamse roman. En vorig jaar verscheen zijn boek Tropenvader, een roman gebaseerd op het levensverhaal van zijn vader, wiens verleden in Nederlands-Indië hem bleef achtervolgen. Didi, ja. Wat een prachtige voorkant. Dankjewel. Ben jij dit? Nee, het is diezelfde vader. Dit is jouw vader? Ja, dat is mijn vader. Dit is Fred? Dat is Fred, zoals hij in het boek heet, ja. In het echt heette hij Frederik. Dus zover van de werkelijkheid zitten we niet af. Dat geldt ook een beetje voor het boek. Dank voor je introductie. Ik ben ontzettend blij dat ik iets mag vertellen over Tropenvader. Want het is inderdaad precies 1 jaar geleden uitgekomen, nog in de goede tijd. Toen ik nog al mijn vrienden en bekenden naar het café kon laten komen en we vrolijk konden gaan proosten. Daarna zou ik een aantal presentaties geven voor met name Indische verenigingen, stichtingen. Nou, jullie weten allemaal dat dat allemaal niet door is gegaan. Geen nood, dacht ik, dan doen we dit allemaal in najaar. Nou, die werden ook allemaal afgeblazen, dus ik heb er eentje live gedaan met 30 man. En een eigen webinar en nu dan opnieuw digitaal. Nou, ik ga iets over het boek vertellen, de totstandkoming. Die Surinaamse boeken die zijn allemaal na 2002 verschenen. Ik zeg allemaal, maar het waren er wel een paar. En ik wil altijd 1 boek schrijven over mijn eigen vader. Dat zullen wel meer mensen die ambitie hebben, maar mijn vader had een bijzonder verhaal, al zeg ik het zelf. Het was een man met vele gezichten. Misschien had hij af en toe ook wel een masker op. Ik heb bij leven, hij is in 2001 overleden, nooit helemaal precies kunnen achterhalen wat voor man het is geweest en hoe die geworden is tot de vader zoals ik hem heb leren kennen. En dat heeft alles te maken met de Tweede Wereldoorlog, met Java, Nederlands-Indië. Mijn vader werd in 1933 geboren op Cheribon. En dat was nog in de goede tijd, de koloniale tijd. En dat had alles te maken met het werk van mijn grootvader. Die zien we hier in beeld. Die mag ietsje langer blijven staan. Mijn grootvader, nou, het is duidelijk, de man met de hoed had hij altijd op. Een beetje voorover gebogen. Nou, het moet zo zijn dat hij vroeger een hele knappe, reizige man is geweest. Altijd rechtop van lijf en leden. En hij is in 1942 krijgsgevangen gemaakt en heeft niet echt aan de Burma-spoorlijn gewerkt. Want hij was biochemicus en dat hadden zijn Japanse meesters ook door. Dus hij werd aan het werk gesteld in de tuin om met kruiden en planten geneesmiddelen te maken. Dat heeft hem misschien wel gered. Maar diezelfde biochemicus was hij dus in de koloniale tijd. Hij werkte aan de conservering van wat er van de suiker- en rietplantages en de bananenplantages kwam. Dat was mijn grootvader, maar we gaan het hebben over mijn vader, want die heeft dus daar de goede tijd meegemaakt, maar ook de minder goede tijd. Hij heeft met zijn moeder en zijn oudste en zijn jongste broertje in het kamp gezeten. Eerst in het jongenskamp, daarna in het mannenkamp. En daar werd eigenlijk nooit over gesproken. Dit is mijn vader zoals ik hem heb leren kennen, als een, toen ik dat een beetje door begon te krijgen, hardwerkende advocaat. Toen werkte hij nog op zaterdag, je was eerst medewerker, toen werd je compagnon. Snoeihard werken, ik zag mijn vader niet. Dat veranderde toen hij
zo'n beetje rond mijn 13e. Het ging tussen mijn ouders niet meer zo goed. Dat was voor mij een donderslag bij heldere hemel. Midden jaren 70, ouders gingen niet zo vaak uit elkaar. En dat was nog niet eens de grootste verrassing, maar een paar maanden later bleek mijn vader met een man te gaan samenwonen. En dat was pikant, want wij bleven met mijn twee jongere broertjes, bleven wij thuis wonen. Dus dat was best ingewikkeld om die vader dan te leren kennen. Dat is gaandeweg wel gelukt. Zeker omdat hij ons is komen opzoeken in Suriname. Daar is deze foto van. En daar voelde hij zich onmiddellijk op zijn gemak. Dat was voor hem thuiskomen. Hij inhaleerde dan en de geur, de vochtigheid, dat vond hij heerlijk. Maar het was thuiskomen zonder die nare bijsmaak. Dat zei hij eigenlijk niet, want hij hield altijd zijn kaken stijf dicht op elkaar. Maar dat proefden we wel. Nou, ik was gaan schrijven toen mijn vader eind 2001 overleed. En dat deed ik iets te fanatiek, denk ik. Ik wilde alles, alle herinneringen, anekdotes vastleggen. Er zat totaal geen enkele lijn in. Laat staan dat ik de juiste vragen mezelf kon stellen. Bijvoorbeeld of je nou fictie of non-fictie ervan moet maken. Ik had eigenlijk heel goed voor een journalistieke aanpak kunnen kiezen. Ik ben tenslotte ook journalist. Dus dan ga je bronnenonderzoek doen. Je duikt in het familiearchief. Even deze nog terug. Nee, deze. Dit is mijn vader met zijn iets oudere broertje. Een baboe was er. En vooral deze dame op rechts op de foto. Dat is mijn grootmoeder. Die heb ik nog vrij lang gekend en zij behoorde tot het typische Indische, hoewel ze zelf niet Indisch was. Zij vertelde mij de verhalen die zij haar zoons onthield. Nou, dat hoort heel erg bij Indische families, daar gaat later op de avond Ellen Dekwits denk ik ook iets over vertellen. Mijn grootmoeder vertelde wel en wat daarvan waar was, dat zal ik waarschijnlijk nooit weten, want als ik mijn vader daar dan weer mee confronteerde, dan zei die vader, dat is allemaal onzin en ze overdrijft en dat is echt helemaal niks van waar. Dus dat vergroot het mysterie alleen maar. Ik had nog een andere bron, had ik kunnen kiezen. Dat was mijn oom Paul. Die staat hier naast mijn vader. En oom Paul, die leeft nog altijd. En die had ik natuurlijk best om tekst en uitleg kunnen vragen. Als hij dat zelf daar behoefte aan had gehad. Ik had niet zo heel veel contact met mijn oom. Dat kwam ook door mijn vader zelf. Die familieverhoudingen lagen niet zo heel lekker. Bovendien, als ik het wel had gedaan, was het toch ook weer het verhaal van oom Paul geworden. En ja, ik wilde het verhaal van mijn eigen vader achterhalen. Nou, als journalist had ik veel meer bronnen kunnen raadplegen. Van het NIOD tot kijken wie er allemaal in welk kamp heeft gezeten. Nou, hier staat, dat kun je thuis niet zien, maar hier komt de naam van mijn grootmoeder op voor. Met drie kleine kinderen zat zij in het kamp in Batavia. Ik heb ook kunnen achterhalen dat mijn vader naderhand naar een kamp in de buurt van Bandung, Chimahi. Maar ja, als je dan gaat zoeken, dan heb je wel 7, 9, 11 verschillende kampen. Wie heeft precies waar gezeten? Naderhand bleek dat de broer van mijn vader er ook heeft gezeten. Maar in een heel ander kamp, onder hele andere omstandigheden. Kun je allemaal uitzoeken. Je kunt ook uitzoeken welke passagierslijsten op welke boot ze hebben gezeten. MS Ruis. Dan moet je ook uitzoeken hoe lang zo'n boot erover doet. Heb ik ook allemaal gedaan. Nou, mijn vader ging daarna, 46 was het, via Siam, het huidige Thailand. Heeft de familie, mijn grootmoeder en zoons hebben elkaar ontmoet weer op Java onder wonderlijke omstandigheden. Ze zijn naar Siam gegaan, want via het Rode Kruis wisten ze waar opa in een opvangkamp zou zitten. Nou, iedereen herenigd, wonder boven wonder, in een paar weken tijd terug naar Nederland. En ik had natuurlijk heel goed verder kunnen gaan met het uitzoeken van hoe mijn vader is gaan studeren. Dat hij in dienst is gegaan, klopt allemaal. Hij is officier geweest, hier officiersmes, zat hij weer lekker onder de mannen, prima. Nou, ik heb het allemaal niet gedaan. Ik heb er een roman van gemaakt. Daar heb ik bepaalde keuzes voor moeten maken, want ik dacht van ja, als ik dat mysterie wil ontrafelen, dan is het eigenlijk ook wel zo mooi om het een beetje intact te laten. Als ik nou eens alle herinneringen een beetje inkleur, verbanden leg die er misschien wel helemaal nooit geweest zijn. Misschien kom ik dan toch in de buurt van de man die mijn vader geweest moet zijn. En dat is eigenlijk wat ik heb geprobeerd te doen in het boek Tropenvader.
Bovendien, toen ik aan het schrijven was, dacht ik van ja, er moet spanning in zitten. Ik ga er een plot bij verzinnen. Dat werd allemaal reuze ingewikkeld. En toen dacht ik bij mezelf, ook in overleg met mijn naasten, niet in de laatste plaats mijn eigen vrouw Mirjam, het echte verhaal wat jij hebt meegemaakt, dat is eigenlijk al spannend genoeg. En daardoor besloot ik om ook mijn eigen verhaal in het boek te verwerken. En zo is het geworden tot een, ja, ik heb hier gezet vader-zoon verhouding vanuit dubbel perspectief. Nou, dat klinkt heel gewichtig, maar ik heb gewoon vanuit ik persoon, die jongen heet Erik. Je hoeft niet zo heel diep na te denken om daar de schrijver in te herkennen, maar toch ook weer niet. En Fred is de vader, de ik-figuur vertelt het verhaal en ongeveer een vijfde van het boek switcht het perspectief naar de vader. En daar kunnen we zien wat hij mogelijk meegemaakt zou kunnen hebben. Het is in die zin dus een geromantiseerde reconstructie van het levensverhaal van mijn vader. En dat heeft geleid tot dit boek. Nou ja, of ik erin geslaagd ben, dat weet ik niet zo goed. Want er zijn wel reacties op gekomen. En wat ik superleuk vind is dat er mensen zich hierin herkend hebben. Dat verhaal van die generaties. In hoeverre er een verband zou bestaan tussen mijn fascinatie met Suriname, die nog niet weg is. En dat ik mij daar thuis voel en het Indische verleden van mijn vader, mijn grootvader en zelfs de generaties daarvoor. Dat is het boek geworden, Adriaan. En jij hebt het gelezen en ik weet dat jij vragen hebt. Ja, zeker. Het is een heel mooi boek, vind ik. En wat ik mij wel steeds afgevraagd heb, zo'n zoektocht, want het was ook een zoektocht, dat moet jou als zoon veel gedaan hebben. Kan je daar iets over zeggen? Nou ja, ja en nee. Het is als je echt de opdracht neemt om het boek te gaan schrijven, dan word je natuurlijk geconfronteerd met dingen uit het verleden. Maar het zijn eigenlijk dingen waar ik al wel langer niet zozeer mee heb rondgelopen, maar terug naar het jongetje van 13 dat eerst zijn ouders uit elkaar ziet gaan en vervolgens zijn vader met een man ziet gaan samenwonen. Dat was nogal wat. En dat heb ik geprobeerd te reconstrueren, maar als je eenmaal op papier bezig bent, dan wordt het een project en dan worden het echte romanfiguren. Dus ik heb het wel uit elkaar kunnen houden, denk ik. Ja. Want ik hoor je zeggen reconstructie en project. Ik heb hier opgeschreven verwerking, vraagteken. Nou ja, misschien, daar zou je weer een psycholoog op los moeten laten. Dat weet ik niet zo precies. Er zitten ook dingen in het boek die kijk, iedereen leest er zijn mag ervan maken wat hij wil natuurlijk, elke lezer. En ik krijg natuurlijk is een van de redenen waarom ik juist ook voor fictie heb gekozen en voor die vrijheid, is ook omdat er is ook een moeder. Mijn moeder leeft nog. Mijn broer leeft ook nog. Die hebben het met plezier gelezen. En ze hebben sommige dingen hebben zij natuurlijk op een hele andere manier beleefd. Maar dan krijg je niet zozeer een discussie, maar een soort god, dat jij dat zo hebt gezien. Ze zeggen van, ja, nee, maar ik heb toch in het boek, er zit ergens een achtervolging in. En er zijn andere scènes, dialogen, die ik misschien wel helemaal nooit meer heb gevoerd zou hebben. Maar het had wel gekund. Ja, zeker. En dat waren wel heel bijzondere scènes, vond ik, waarin je best wel ver ging in het, als het ware, het volgen van je vader en het proberen tot zijn kern te komen. Ja, dat zit er één keer letterlijk in. Nou, dat is dan meteen, daar heb ik me nogal wat vrijheden kunnen penetreren. Ja, maar het had gebeurd zo kunnen zijn. Ja. En, maar dat is een andere reden waarom ik er fictie van gemaakt heb. Kijk, het is een persoonlijk verhaal. Ik had er een chroniek of een memoires van kunnen maken. Maar het is eigenlijk dat ik van een persoonlijk verhaal een universeel verhaal heb geprobeerd te maken, waar ook andere mensen zich in kunnen herkennen. Ja. Je schrijft ergens dat de tijd je vader op de hielen zat. Ja. Nou, dat vind ik wel, niet dat dat dan zo'n briljante vondst is, maar ik denk dat het wel waar is. Hij voldeed in die zin helemaal aan het Indische.
Ik liet een van die foto's zien dat de familie net in 1946 terug was. Nou, daar hangt hier het Rietveld-paviljoen mee vol. Ja. Niet helemaal, maar een deel ervan. Dat was niet bepaald een warme ontvangst. Mensen werden gedwongen om gewoon bij de dag te leven en liefst eigenlijk je met de dag van morgen bezig te houden. Ja. Dat is precies wat mijn vader gedaan heeft zijn hele leven. Als advocaat van het ene naar het andere dossier, van de ene naar de andere relatie, om vooral maar niet om te hoeven kijken. Ja. Want dat verleden, ja, daar verander je toch niks meer aan. En een psycholoog of een psychiater of reuniegroepen van mensen die ook in Indië de oorlog hebben meegemaakt, om die te bezoeken, ja, echt niet. Daar pieken er niet over. Ja. Ik heb hier een vraag van Robert. Wat zegt dit boek over de zoon van de tropenvader? Ja, veel. Het is een persoonlijk verhaal. En het leuke, dat is even een zijstapje, maar het leuke van het schrijven van het boek met iets oudere kinderen. Mijn oudste dochter is nu 26 en dan heb ik nog een dochter van 24. Mijn enige zoon is 21 en een dochter nog van 19. Die hebben allemaal het boek gelezen voor het uitkwam. Want ik wilde ze ook het verschil tussen wat er in het boek staat en wat ik zelf heb meegemaakt toch enigszins uitleggen. En mijn zoon, die zei, de tropenzoon, ze hebben toen ook het boek uitkwam, mijn vrouw en kinderen hebben een aparte editie gemaakt, wat ik niet wist. En toen stond mijn eigen zoon op de cover. En die had precies zo voor de fotograaf was hij gaan poseren met het haar, precies zo. En hij lijkt ook veel meer op mijn vader dan ik. Maar die zei van ja, maar ja, jij lijkt gewoon op die tropenvader. Ja. Dus er zit zeker iets persoonlijks in. Dus dat kan ik niet ontkennen, zeker niet. Op een gegeven moment komt er dan een hele belangrijke, althans heb ik, zo heb ik het gelezen, een belangrijke sleutelscène waarbij je ongeveer het meest dichtbij zijn verhaal komt. Hij vertelt dan dat verhaal en dan jij sluit het af met de vraag van wat voor werk deden jullie eigenlijk? Ja. Is dat dan dat je niet nog dichterbij wilde komen? Misschien is het dat wel. En het zwijgzame, het wegstoppen van het verleden, ja, dat was wat mijn vader deed. Naarmate hij ouder werd, werd hij wel wat milder, maar begon hij die verhalen ook weer tegen mijn vrienden te vertellen. Ja. Misschien omdat hij zijn eigen kinderen er niet mee wilde belasten. Dat zou heel goed kunnen. Wat ik in het boek gedaan heb, en dat zijn die hoofdstukken die ik vanuit het perspectief van de vader heb geschreven, is, ja, misschien hebben ze wel mensen moeten begraven. Misschien is er sprake geweest van misbruik. Mijn vader heeft het me niet verteld, maar het zou me helemaal niks verbazen. En je hoeft ook geen psychiater te zijn om in de, ja, mijn vader is eerst netjes getrouwd, begin jaren 60, en vervolgens een relatie met een man aangegaan. Hij legde mij altijd uit, ja, kennelijk vinden een hele hoop mensen dat ontzettend bedreigend, maar ik denk dat ik misschien wel biseksueel ben. Maar waarom moet daar per se een etiket op geplakt worden? Je hoeft natuurlijk geen psycholoog te zijn om te bedenken van als er iets van misbruik zou zijn geweest, ja, dat invloed heeft op je seksualiteit. Dat is een open deur van je welste natuurlijk. Ja. Dus, maar die details, ik heb ze niet precies geweten en misschien hoefde ik ze ook niet allemaal te weten. Nee. Vragen. Heb jij zelf nog iets verder toe te voegen? Nee, nou, ik heb wel, zeg maar, ook in deze gekke tijd, dat je dus niet direct met je lezers in contact komt. Ik heb wel hele persoonlijke reacties gekregen op het boek. Dus mensen hebben moeite gedaan om mij te achterhalen. Ik heb ook een paar van die mensen weer een mailtje teruggestuurd om ze uit te nodigen voor vanavond. En ik weet dat er een paar zitten te kijken, dus dat vind ik superleuk. Soms is het ook goed om niet die schrijver te zien, maar aan de andere kant misschien ook juist wel. Ik heb één verhaal gehoord van iemand die hetzelfde heeft meegemaakt als ik. Dat eerst zijn ouders uit elkaar gingen en die man die kiest voor een andere man. En een half jaar later kiest die moeder voor een andere vrouw. Maar die van ja, dat is de overtreffende trap. Daar, ja. Dat moet ook maar een roman gaan opleveren. Ja. Ja. Oké, dankjewel. Graag gedaan. We gaan nu naar een muzikaal intermezzo van de West Coast Acoustics.
volgende liedje wat wij gaan doen is als je ooit is net zoals wij op een Indische avond, een koepel lang, misschien zelfs wel een Passamallen bent geweest, dan heb je ongetwijfeld en onvermijdelijk minimaal één van deze twee liedjes gehoord. I feel so sad, I've got a worried mind. I'm so lonesome all the time. Since I left my baby behind on the bayou. Saving nickels, saving dimes. Working till the sun don't shine, waiting for happier times on the bayou. I'm going back someday, come what may, to Blue Bayou, where those folks are fine and the world is mine on Blue Bayou, where those fishing boats, where they sails afloat. If I could only see that familiar sunrise on sleepy eyes, how happy I'll be. Ganja aku datang ke kotamu, lama kita tidak bertemu. Ingin diriku mengulang kembali jalan, jalan bagai tahun lalu. Sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, ku peluk dirimu mesra. Malam syahdu, walau diriku kini telah berdua, dirimu pun tiada berbeda. Lepas dari ingatanku, sepanjang jalan kenangan, kita selalu bergandeng tangan. Sepanjang jalan kenangan, ku peluk diriku mesra.
tweede gast van vanavond is Jesse Taihutu. Welkom, Jesse. Jesse is docent film op het vierde gymnasium in Amsterdam. En ze gaat in tekst en beeld in op de achtergronden en de totstandkoming van de speelfilm De Oost. Die werd geregisseerd door haar broer Jim Taihutu, die op dit moment op Bali woont. De film komt waarschijnlijk eind april, begin mei in de bioscoop. Klopt dat? 13 mei. 13 mei, geweldig. En tijdens de opnames was Jesse regieassistent. En daarnaast is ze verantwoordelijk voor het bijbehorende educatieve traject De Wereld van de Oost. Met de andere makers van De Oost hoopt ze eraan bij te dragen dat het verzwegen hoofdstuk uit de geschiedenis bespreekbaar te maken. En Jesse zal ook iets vertellen over de familieband van de Taihutus met voormalig Nederlands-Indië. We krijgen zo het verhaal van Jesse en ik wil de mensen thuis nogmaals vragen om vooral ook vragen te stellen via de chat. Dankjewel. Ja, ik heb er ook ik heb er een aantal foto's bij gevoegd van de set. En mijn naam is Jesse, maar ik ben al prachtig geïntroduceerd, dus ik hoef bijna niets meer te vertellen. Ik heb inderdaad als regieassistent gewerkt op de film. En ik ga jullie vandaag meenemen in de wereld van de Oost. Dus dat is eigenlijk de hele campagne rondom de film De Oost. Hier zie je mij op set staan, een andere look dan vandaag. Dit is hoe je eruit ziet daar in het midden. Als je 3 maanden in de jungle staat te filmen. Met rechts van mij op het krukje mijn broer Jim. We hebben deze film namelijk samen gemaakt. Hij is de regisseur en ik was zijn assistent daarop. En nog leuk om daarbij te vertellen, mijn vader heeft ook de muziek gemaakt. Dus het werd een groot familieproject en dat is niet vreemd, want het was ook een soort ergste zoektocht naar ons eigen verleden. Niet helemaal direct, maar wij zijn namelijk van Molukse afkomst en onze overgrootvader was een knilsoldaat. En die stierf in 1949. En daarna is mijn opa als jonge, als tiener hier naar Nederland gekomen. Ik kom zelf eigenlijk uit de educatieve hoek. Dus ik ben docent film en ik zet me in voor filmeducatie. Maar dit kon ik niet, hier kon ik geen nee tegen zeggen. Een jaar in Indonesië wonen en bezig zijn met mijn roots en deze film maken. Was het resultaat. 3 maanden in de jungle. De film De Oost is nog niet te zien. Vanaf 13 mei inderdaad in verschillende bioscopen en te zien op Amazon. En het is een verhaal over een jonge jongen, een oorlogsvrijwilliger uit Nederland. We zien hem hier gespeeld door Martijn Lakenmeijer. Die na de Tweede Wereldoorlog naar Nederlands-Indië gaat. En als hij daar komt, leert hij eigenlijk steeds meer mensen kennen. Ik ga proberen niet te veel te spoilen. En begint hij steeds meer te twijfelen over wat hij daar nou eigenlijk precies aan het doen is. En of dat goed of slecht is. Maar verder, waar dat zich op uitloopt, dat ga je in de film zelf zien. En in een stukje van de trailer, want de teaser heb ik meegenomen. En die ga ik jullie nu laten zien. Ik laat in deze talk 2 filmpjes zien. En beide zijn best wel ingrijpend. Dus dat zeg ik er altijd van tevoren liever even bij. Ze kunnen emoties omhoog halen. En hierbij de teaser van de film. Het geluid is er niet bij en aangezien mijn vader de muziek heeft gemaakt, kan ik het niet aan hem aandoen om dan te laten zien. Dus ik raad jullie aan om op te zoeken op YouTube. En daar staat inmiddels sinds gisteren ook al de trailer, die is 2 minuten. Die vond ik iets te lang voor de korte tijd die ik maar heb, want ik wil graag vertellen. Maar ga het zien.
Jullie zagen net al wat beelden, maar ik heb ook een heleboel foto's die in ieder geval laten zien waar we gefilmd hebben. De film speelt zich namelijk af in Nederlands, Indië of Indonesië. En we hebben ook daar gefilmd. Ik ben een jaar daar naartoe verhuisd om eerst de voorbereiding te doen en vervolgens 3 maanden met elkaar te filmen. En dat was niet altijd even makkelijk. Het is een ander klimaat, een andere werksfeer. We werkten met ongeveer 60-70% Indonesische crew. Dus dat betekent dat je ook aan elkaar moet wennen en hoe iedereen werkt. Maar wat het ook heel bijzonder maakte, want daardoor waren we echt samen deze film aan het maken. En het ging over een conflict van die tijd, maar nu stonden we er allemaal samen. En dat leverde naast de film ook hele mooie gesprekken op. Maar het ging zeker niet zonder slag om stoot van dagenlang in de Sawah staan en kilometers op en neer lopen met de camera. Waren er mensen die dengue kregen of buiktyfus. En ik zelf was een nachtje op de EHBO door een schorpioenenbeet. Dus verhalen die ik mijn hele leven ga vertellen. Maar het was absoluut een groot avontuur om daar te mogen filmen. Maar een film vertelt maar 2 uur. En dat vonden wij... een film vertelt maar 2 uur. En je wilt natuurlijk eigenlijk een heleboel meer vertellen. In de Oost volgen we het karakter Johan. Die we net ook kort al even zagen in de teaser. Zonder geluid. Zoals ik al zei, Johan ontmoet een heleboel mensen en eigenlijk wil je een heleboel meer verhalen vertellen. Daarom hebben we bedacht om een grotere campagne rondom de film te maken. Dat noemen we de Wereld van de Oost. En dat houdt in de film De Oost, maar ook een website, een fotomagazine, meetups, een scriptroman en lesmateriaal. En over al die facetten, daar wil ik jullie graag kort in meenemen. En dan begin ik met de website. Die is gemaakt samen met bureau HyperEpic en mijn collega's Liangelo en Edward, 2 historici. En zij hebben eigenlijk een hele wereld rondom die film gemaakt. Zoals ik al zei, je hebt maar 2 uur in de film en je wil eigenlijk veel meer vertellen en ook vanuit verschillende perspectieven. Daarom zijn er 5 karakters uit de film uitgelicht. En op die website krijg je eigenlijk via hun toegang tot echte verhalen, tot interviews, tot archiefmateriaal. En zo willen we de mensen eigenlijk iets meer meegeven over die periode en dat ze zich kunnen verdiepen op nog steeds een leuke manier. En je gaat dan met via die perspectieven door de tijd heen van ongeveer 1930 tot 1951 en een stukje nasleep. Als we bijvoorbeeld kijken naar de Molukse knillers, daar komen we via het karakter Samuel, gespeeld door de acteur Yunus Polnaya. En voor zijn hele wereld online zijn bijvoorbeeld ik en mijn vader geïnterviewd en Yunus zelf over onze eigen verhalen en onze eigen geschiedenis. En op die manier willen we de geschiedenis wat breder trekken en ook van meerdere kanten belichten. Ik heb hier een fragmentje waar je dat uit kan zien en waar een goed voorbeeld... een goed voorbeeld dat laat zien hoe we dat op die website doen. Dus hoe we onze persoonlijke verhalen ook gebruiken om een bredere blik op deze geschiedenis te geven dan de film alleen. En dit is dus Yunus die hier het heeft over zijn eigen familiegeschiedenis, maar ook over het spelen in deze film. Kijken of hier wel geluid bij is. Geen geluid, dan ga ik hem ook overslaan. En dan wijs ik iedereen 13 mei naar de website toe. Het is in ieder geval een heel mooi fragment en ik zal even een fragment toelichten van mezelf, waarin ik zelf vertel bijvoorbeeld over het moment dat mijn opa in de Japanse interneringskamp kwam en dan vertel ik daarover vanuit hoe ik dat nu ervaar als derde generatie. Ik sta er een stukje verder vanaf. Maar doordat je zo'n film maakt en doordat je je verdiept in de geschiedenis, kan je wel iets meer inleven in hoe verschrikkelijk dat geweest moet zijn. En dan komt mijn favoriete stuk, waar ik altijd de minste tijd voor overhoud, en dat is het lesmateriaal. Een reden om deze film te maken voor mijn broer Jim was namelijk dat de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië een onderwerp was waar hij nooit over geleerd had op school. En ik zelf, ik ben 11 jaar jonger... 11 jaar later ook niet. En
dat is eigenlijk heel gek. Dat we op een gegeven moment bij een jaartal stoppen en daar niet meer over vertellen. Terwijl het een heel groot stuk is ook uit de Nederlandse geschiedenis. Dus hij hoopte met die film ook scholen en docenten te bereiken. En ik kwam uit het onderwijs, dus ik dacht, daar wil ik aan meedoen. Dus ben ik verantwoordelijk geworden voor het lesmateriaal. En we willen graag dat de film, maar vooral ook de website De Wereld van de Oost, naar de bovenbouw gaat op het middelbaar onderwijs. Het is nu niet, dit stukje geschiedenis staat niet in het curriculum van alle niveaus. En dat is jammer. Maar ik hoop dat dat in de toekomst wel zo is. En met ons onderwijsmateriaal hopen we een gesprek te starten in de klas. Dus het zijn vooral werkvormen die docenten in kunnen zetten na het kijken van de film of met gebruik van de website, waarmee ze een gesprek kunnen starten in de klas, maar ook heel erg multiperspectief kunnen kijken. Dus dat je naar dat stukje geschiedenis of de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië of de periode daarna vanuit verschillende brillen kan kijken en een beter inlevingsvermogen hebt van hoe dat voor elk persoon is geweest. Het is jammer dat ik de fragmentjes niet kon laten zien, maar goed, dat moet dan even op zich wachten. Naast de website, het lesmateriaal en de film, komt er ook een scriptroman van Maarten Hitzkes. Die heeft het script herschreven tot een roman. En een fotomagazine met allemaal deze prachtige foto's door Milan van Dril. Hij was mee op set en heeft fantastisch werk en een hele mooie herinnering voor ons gemaakt, maar zeker ook heel interessant om te zien naast de film. En daarbij organiseren we een serie meetups, als het digitaal of als het weer mag, liever fysiek. En daarom willen we vooral het gesprek aangaan. Dat is het grootste doel van de hele Wereld van de Oost, is met elkaar praten over deze tijd, ervaringen delen of meer leren als je er helemaal niks over weet. En dat gaan we eigenlijk door het hele land doen, dus in Limburg en Den Haag, op verschillende plekken. Wil je al die fragmenten zien die je nu niet kon zien, hou dan vooral De Wereld van de Oosten in de gaten. En dan hoop ik iedereen die meer wil weten daar te zien, of bij een van de meetups, of hopelijk in de bioscoop. Geweldig. Wilma van Sterkenburg die vraagt ook, Jesse, kun je de website benoemen? Ja, dat is dus dewereldvandeoost.nl. Okay. Er staat nu nog niet zoveel op, wat informatie over wat er gaat komen, maar vanaf 13 mei gaan we helemaal En de live. Trailer vind je ook door gewoon in te typen De Oost. Ja, en op dan YouTube. Kom je vanzelf. Ja. Oké. En ik heb ook een vraag van Sharon Soerbak Anwar. Is het Indische perspectief ook zichtbaar in de film? En zo nee, is het dat dan een bewuste keuze? We volgen in de film, ik wil niet te veel spoilen, maar het speelt zich natuurlijk helemaal af in Nederlands-Indië, dus daarin ja. Maar we volgen echt een veteraan uit het dorpje Arsen, Noord-Limburg. Ja. Dus daarin minder, maar op de Wereld van de Oost wel. En er waren een heleboel Indische, vrouwen waren het, die meededen als coolit. En zij zijn ook te zien in de Wereld van de Oost. En zij delen ook hun eigen verhaal. Dus daar is er zeker aan. Oké. Hoe is het met Jim? Goed. Ja? Ja. Goed, ik denk dat hij blij is dat de film uitkomt 13 mei. Ja, zeker. Ik denk niet dat hij zit te kijken, want het is nu... Het is nu nacht in Indonesië, ja, dus zeker. Ik denk het niet. Ja. Toen ik op de website keek, toen zag ik dat begrip verzwegen geschiedenis. En toen schrok ik een beetje. Toen dacht ik, 2021, dat is nog steeds verzwegen. Waar merk je dat aan? Ik denk dat in de kringen van mensen die hier veel mee bezig zijn, dat het wel steeds meer een besproken onderwerp is. Maar als je tegen heel veel mensen vertelt waar je mee bezig bent, is eigenlijk meestal het antwoord nog steeds, oh, hier wist ik helemaal niks van. En dat geldt zeker ook voor de periodes ervoor en daarna. Ja. Maar dit stukje, zoals ik zei, op school stoppen we eigenlijk vaak in 1946. Maar vooral de reacties van mensen, als je zegt, we gaan hier een film van maken, dan is eigenlijk 90% wel, wat speelt zich daar toen af?
Dus ja, vandaar. En we hopen dat er meer aandacht voor komt met de film. Bijzonder, ja. Een onderwijskanon. Ja, die zou veranderd moeten worden. Absoluut ook, ja? In de kanon, ja, komen voor mij. Ja. Er is een vraag van Otto Nelemans. In hoeverre kijkt jouw familie terug op hoe jullie met het verleden hebben geleefd, terwijl er nu steeds meer beladen sfeer is aan het ontstaan? Dat is een ingewikkelde vraag. Ja. Ik moet eerlijk zeggen dat wij thuis niet zo heel veel over deze periode gepraat hebben. Ja. Wel veel over waar we vandaan komen, van het eiland waar we vandaan komen op de Molukken, maar minder over dit. En ik denk ook dat dat komt dat het een hele moeilijke en complexe geschiedenis is. En ik denk dus dat het eigenlijk altijd daarin ook al beladen is geweest in de familie. En zoals ik zei, mijn overgrootopa stierf in 1949. Dus we weten ook helemaal niet heel veel over wat zich daarvoor heeft afgespeeld. Ja. Ja. Nog een vraag van Ferdinand Lozer. Zitten er heftige, expliciete vredebeelden in de film? En dan is daarvoor gekozen? Of is dit naar aanleiding van de invloed van Indonesische financiers? Daar zitten vredebeelden. Er zitten zeker moeilijke beelden in. Of gewelddadige beelden ook. Ja, het was een strijd of een oorlog. Dat kan niet zonder geweld, als je het wil laten zien. En dat was zeker ook niet altijd makkelijk om dat te filmen. En na zo'n dag ben je, ja, heb je het er met elkaar over. Ja. Maar daar hadden de Indonesische financiers niks mee te die maken. Die hadden geen invloed. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Het script was al klaar voordat er überhaupt financiers waren. Okay. Kan je nog iets zeggen? Want dat project, De Wereld van de Oost, daar ben je al een tijdje mee bezig. Kan je iets zeggen van reacties van mensen en vooral van leerlingen op je project? Zijn daar dingen die je zijn opgevallen? Zijn bijzondere reacties? Ja, vooral in eerste instantie van docenten. Die ook, we hebben met heel veel docenten gepraat in het voortraject en ook met docenten in opleiding hebben geholpen om dit, ja, zo goed mogelijk te maken. En daar waren mensen vooral enthousiast dat heel veel beeldmateriaal ook verzameld is. Bijvoorbeeld over de Tweede Wereldoorlog kunnen we zo een aantal documentaires bij elkaar halen. En dan heb je best wel snel een mooie les. En over dit onderwerp is dat toch een stukje lastiger. En op de Wereld van de Oost verzamelen we eigenlijk heel veel archiefmateriaal. Maar ook beeldmateriaal met jongere mensen die er vanuit nu naar kijken, zodat leerlingen zich er ook op kunnen, ja, beter in kunnen verdiepen. Leerlingen die zijn vooral heel enthousiast over de film. Dat is natuurlijk, als ik het woord schorpioeno zeg, dan heb ik ze al. Ja. En ik ben heel benieuwd hoe dat volgend jaar is, als we weer echt les mogen geven en dit ook groot in de klas kunnen laten zien en hoe, hoe ze daarop gaan reageren. Een vraag van Hans van Helden. Willen de scholen dit verhaal horen? Ik heb niet alle scholen in Nederland gebeld, maar tot hoever, hoe ik het vooral bij docenten gevraagd heb, is er zeker vraag naar. En niet enkel alleen het verhaal dat wij vertellen, maar ook in het algemeen hoe je multiperspectief verhalen kunt vertellen. Dus hoe laat je de geschiedenis zien en probeer je soms de bril die we altijd op hebben af te zetten. En ik hoop dat we daar een voorbeeld mee kunnen geven. Ja. Er is nog een tweede vraag van Ferdinand Lozer. De militairen dragen zwarte kleren. Waar is dit een verwijzing naar? Dat was, ze zijn groen, naar mijn weten. Ze zijn groen. Donkergroen, dat was nergens een verwijzing naar. Dat was nergens een verwijzing naar. Nee. Okay. Je hebt het al over verschillende perspectieven. Ik kan me voorstellen dat het er een extra lastige positie voor de Molukse gemeenschap is. Maar daar heb je eigenlijk impliciet al wel een paar dingen over verteld. Is dat al voldoende aan de orde geweest? Of? Ja, ik denk dat als ik kijk naar mijn eigen geschiedenis, dat het vooral, als je in de Wereld van de Oost wordt heel uitgebreid verteld over de Molukse geschiedenis, van
voordat de Nederlanders er waren en tot hoe de aankomst hier was. Dus, en waarin mijn vader en ik en Yunus en nog een heleboel andere mensen ook door middel van archiefmateriaal best wel een breed beeld geven van die periodes. En vooral ook echt vanuit het persoonlijke. Dus ik hoop dat een wat breder beeld geeft op die geschiedenis. Ja. En daar zitten dingen bij die confronterend zijn. En dat waren ze natuurlijk in het maakproces ook. Ja. Dus je duikt wel je eigen geschiedenis in. Maar ik vond het zelf ook heel leerzaam. Draagt de film ook een element van erkenning in zich? Denk je? Ja, dat denk ik wel. Ik denk, ja. Jessie, wat is nog niet aan de orde geweest, wat je toch nog kwijt wil? Volgens mij heb ik redelijk veel verteld. Ja. Nogmaals, ik zou het tof vinden als iedereen de film gaat zien. Ja. En vooral de wereld van de Oos ook bij bekijkt als je meer wil weten over de wereld eromheen en de geschiedenis eromheen. En ik ben benieuwd naar de reacties en de gesprekken als de film uit is. Oké, iedereen naar de film. En iedereen, zeker iedereen met kinderen, op de scholen van je kinderen zeggen dat dit project bestaat, lijkt mij. Ja, graag. Hartelijk dank. Heel dank. We hebben opnieuw muziek. Voordat we ons volgende liedje gaan spelen, vond ik het toch wel belangrijk om heel kort daar iets over uit te leggen. Dit liedje heet Daughters. En dan vraagt u zich misschien af, waarom dit liedje? Nou, alle daughters zijn namelijk ook tantes. En als je gaat kijken naar Indische families, dan zijn die ongeveer wel de belangrijkste personen. Vandaar Daughters, een ode dus aan alle tantes en in het bijzonder alle Indische tantes. Side of my world. Now she's just like a maze, all of her walls continually change. Now I've done all I can to stand on her steps with my heart in my hand, and I'm starting to see maybe it's got nothing to do with me. Fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. Mothers, be good to your daughters too. He made. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do.
from the lovers who turn into mothers. Mothers, be good to your daughters too. Boys, you can break. Find out how much it would take. Boys will be gone. Boys, showed your wrong. Boys will be gone without the warmth from a woman's good, good heart. So fathers, be good to your daughters. Daughters will love like you do. Girls become lovers who turn into mothers. Mothers, be good to your daughters too. Mothers, be good to your daughters too. Mothers, be good to your daughters too. Dank jullie wel. Wij gaan nu een paar wat foto's zien over die hier geëxposeerd zijn in het Rietveld Paviljoen. Deze beelden maken deel uit van de expositie Impact Photos That Matter, die zich voorlopig achter de gesloten deuren van het Rietveld Paviljoen bevindt. En we hopen dat u ons binnenkort kunt bezoeken en de beelden kunt bewonderen die door 9 exposanten overal ter wereld gemaakt zijn. Het gedeelte van de expositie over Nederlands-Indië bestaat uit archiefbeelden, privéfoto's en 2 series van de fotograaf Armando Ello. De expositie beslaat de geschiedenis van de oorlog in Nederlands-Indië tot aan de 3e en 4e generaties van in Nederland geboren mensen met Indische roots. Welkom Ellen. Onze derde gast is Ellen Dekwits. Dichter, auteur, theatermaker, performer, columniste voor de NRC Next en De Morgen. En hoe hou je al die disciplines uit elkaar? Niet slapen, Adriaan. Gewoon niet slapen. En daarnaast ben je ook nog een quizwinnaar. Hè? Wetenschap, boeken en dan niet te vergeten ook nog de Bijbelquiz. Sinds 2007 heeft Ellen verschillende dichtbundels gepubliceerd. Geeft ook workshops, literatuurgeschiedenis en schreef een handboek voor de beginnende dichter. Dekwits presenteert haar boek Hogere Natuurkunde, dat in 2019 werd bekroond met de Edgar du Perron-prijs, met een centrale rol voor haar eigen grootmoeder. Terugkerend gegeven, tweede generatie oorlogsslachtoffers wordt overgeslagen, maar de derde generatie krijgt wel verhalen te horen. Of krijgt zelfs de volle laag. Want in Ellen's geval is het of de oma's of oma's geschiedenis haar werd ingevreven. Daarnaast aandacht voor heimwee naar geuren, kleuren en eten uit het tropische verleden. Ook verband met het door haar geschreven theatervoorstelling De Indië Monologen. Dat draagt er net als Hogere Natuurkunde toe bij
de hardnekkige zwijgcultuur binnen Indische families te doorbreken. Opnieuw vragen welkom uit het publiek. Ellen. Ja, zal ik maar beginnen dan. Wat fantastisch, Adriaan. Wat ben jij enorm ingelezen. Ik hoef gewoon driekwart niet meer te vertellen. Scheelt. Je weet alles. Dat is doodeng natuurlijk ook, lieve mensen thuis. Ik ga jullie even een korte introductie geven over mijn familie en waarom ik me met het Indische bezighoud en wat ik er allemaal mee doe. Van mijn moeders kant hebben we daar onze wortels liggen. Mijn grootmoeder is geboren op de zuidpunt van Sumatra, Sibolga, en mijn grootvader in Bandung. En ze zijn in respectievelijk 1921 en 1924 ter wereld gekomen. Mijn oma was een oude snoepert en ze hebben daar een jeugd doorgebracht. En ze waren bij ons weten wit, weet je natuurlijk nooit helemaal zeker wat daar allemaal gebeurd is. En ze leefde daarna eigen zeggen als God in Frankrijk. Vooral mijn grootmoeder heeft haar jeugd daar ontzettend geïdealiseerd. En wanneer je zei dat die jeugd, dat die omstandigheden ook ten koste gingen van het leven van bijvoorbeeld de inheemse bevolking, dan werd dat meteen weggemaaid, weggefluisterd en zo. Goed, mijn grootmoeder en grootvader belanden in de oorlog allebei in een Japanse interneringskamp. En hebben daar dingen meegemaakt. Mijn grootvader zelf heb ik nooit persoonlijk gekend. Hij is in 1968 overleden. Maar hij was het type vader, vertelde mijn moeder altijd. Een man die door de week, natuurlijk werd hij militair na de oorlog. Door de week niet thuis was en in de weekenden als hij weg was van de kazerne, 's nachts door zijn nachtmerries het hele gezin uit zijn slaap hield. En hij is ook op 44-jarige leeftijd in elkaar gezakt en niet meer opgestaan. Mijn grootmoeder was iets ouder dan hij toen ze in een kamp terechtkwam. En zij was vroeger best wel een bedeesde jonge vrouw. Maar ja, na de oorlog was ze een soort, ja, toch wel harde tante geworden, een soort Terminator. En overleven was het devies. Zij woonde naast mijn gezin toen ik opgroeide. En zoals dat gaat met oma's die naast je wonen, daar word je als kind vaak naartoe geschopt als ze even geen zin in je hebben of als je tussen de middag even opgevangen moest worden. En in tegenstelling tot mijn broer en mijn zus vond ik het wel leuk bij oma. Mijn broer en zus waren altijd zo snel mogelijk weg of bezig met hun spelletjes, computers. Maar ik vond haar wel interessant, vooral omdat ze mij, vermoed ik, niet zo leuk vond. Waarom, laat zich raden, maar je hebt altijd een voorkeur, denk ik, onder kleinkinderen. En ze begon op een zeker moment, ik zal een jaar of 5, 6 zijn geweest, te beginnen met vertellen over Indië, maar ook over de oorlog. En mijn hele jeugd lang heb ik verhalen gehoord. En soms ook best wel heftige verhalen. En pas toen mijn grootmoeder overleed in 2014 stond ik met mijn moeder bij de rand van het graf. En de kist was er net ingezonken en mijn moeder zei, ik heb geen idee wat oma allemaal heeft beleefd in de oorlog. En hoe haar leven in Indië eruit heeft gezien. En toen zei ik, nou, maar ze heeft je toch wel verteld van dat ene kamp. Dus ik vertelde een paar anekdotes die ik van mijn oma had meegekregen. En mijn moeder schudde van nee. En toen bleven wij praten. En we gingen maar samen een hapje eten. En om 9:00 s'avonds was ik nog steeds niet uitgepraat. Ik heb eigenlijk aan mijn moeder moeten vertellen wat haar eigen moeder heeft meegemaakt in de oorlog. En dat vond ik heel schrijnend. Maar het verbaasde me in die zin niet. Ik heb door de jaren heen, ik ben opgegroeid in Twente, waar je een hele grote Molukse club hebt en een hele grote Indische club. Dus ik kwam daar ook wel vaak over de vloer. En daar zag ik dat verschijnsel ook, dat kleinkinderen soms meer wisten dan de kinderen van de eerste generatie. En toen dacht ik van, ik moet dit opschrijven. En net zoals Diederik heb ik erover nagedacht of je dat dan een onfictiewerk moet gaan maken. Maar ik wilde er gedichten van maken, omdat je in gedichten eigenlijk verschillende leesafspraken hebt. In een gedicht kan bijvoorbeeld een woord als vogel veel meer verschillende betekenissen hebben dan wanneer je wakku kijkt of vroege vogels. Het zorgt er ook voor dat je de teksten onderling misschien op elkaar gaat betrekken, net zoals in een betere speelfilm. Dus toen ben ik gaan schrijven. Ik heb mijn broer Indonesië bezocht, flink door het land getrokken, alle oude locaties waar de familie heeft geleefd opgesnord. En zo ontstond er een bundel. Terug naar jou, Adriaan. Ja.
Ik vond het een beetje ongemakkelijk om er zo, terwijl jij zo lief naast mij zit en dan een beetje langs je heen te praten en zo. Dat... Vooruit dan maar. Oké, dank je. Hoe heb jij die zoektocht zelf beleefd? Als heel heftig. Ja. We zijn hier bijeen met meer mensen met Indische of Molukse herkomst. Als je dan opeens in het grote moederland landt, dan ben je toch wel even ontroerd. En je herkent dingen, je herkent de taal. Mijn broer en ik hadden op een gegeven moment, toen wij door Indonesië liepen, ook een sport van gemaakt. Dat heette Spot de Bejaarde en beginnen Nederlands tegen te spreken. Dus hoe krommer het mannetje of vrouwtje, wij rennen. En dan vroegen we, spreekt u Hollands? En sommigen konden het nog. En dan gingen we ermee kletsen. Ja. En wat kan u ons vertellen? En wat wilt u vertellen? Dus er kwam heel veel boven. Er kwam ook meer begrip voor mijn eigen moeder. Kijk, mijn moeder is dus opgevoed door iemand die in het Japanse interneringskamp totaal getraumatiseerd is geraakt. Die onder haar eigen ogen haar moeder heeft zien sterven, die mishandeld is. En mijn grootmoeder zei tegen mij altijd trots dat mijn moeder als kind, dat ze mijn moeder op een gegeven moment, was mijn moeder in de peuterpuberteit, wat sowieso een ingewikkelde periode is in elk mensenleven. Maar in die periode zei ze, ik stuurde jouw moeder elke avond naar boven en mijn handen waren echt verdoofd van het slaan, maar ze gaf nooit een kick. En dan was ze daar zo trots op, terwijl ik dacht van, je hebt het nu over kindermishandeling. Ja. En die botheid, die hardheid, dat zie ik ook bij mijn Indische Molukse vrienden terug. Ja, dat zit er echt heel erg in. En in deze bundel wilde ik ook getuigen namens mijn moeder de verhalen die zij aan mij heeft verteld. Dus mijn eigen moeder aan mij. De verhalen van frustratie, maar ook in mijn moeder. En dat heb je ook, ik heb verschillende mensen geïnterviewd voor deze bundel. Niet alleen van Indische en Molukse komaf, maar ook als controlegroep mensen van Joodse komaf, tweede en derde generatie, van Armeense komaf. En je zag bij je tweede generatie dat veel als kind lol hadden in een potje knokkel op straat. En mijn moeder, die vond dat dus ook echt het einde. En die zag eruit, dat was een wolk van een baby. En als meisje was het een soort Bambi, maar dan met blauwe ogen. Maar ze smeet met bakstenen. Dat was de schrik van. Ik denk dat zij heel wat melkgebitten in haar eentje heeft lopen wisselen. Dus dat latente geweld werd toch wel heel erg actief. En wij hebben in de familie ook, we hadden het net ook al over dat hier verschillende mensen zitten met grootvaders als knillers. Mijn overgrootvader heeft ook bij de knil gezeten en via zijn kleinkinderen, hij is later gescheiden van mijn overgrootmoeder en is eigenlijk heel erg los van mijn moeder, dus haar eigen opa is los van haar opgegroeid. Kwamen we ook erachter dat hij aan zijn kinderen dingen heeft verteld die hij zijn eigen kinderen heeft onthouden. Bijvoorbeeld dat ze op een gegeven moment door een verwoest dorp trokken, waar nog wel een paar kleine kindertjes, heb ik jou ook over telefoon verteld, in leven waren. En hij wilde die kinderen, ja, was dol op kinderen, hij wilde die kinderen meenemen. Zei, die gaan dood hier. En dat mocht niet van de leider van het bataljon. Omdat ja, een kind meenemen in de jungle, je verraadt meteen je locatie wanneer ze beginnen te huilen. En al zijn wroeging en schuld, hij heeft zich ook doodgedronken na de hand. Dat is ook iemand die midden in de nacht gillend wakker werd. Is in dat beeld van die achtergelaten jongetjes samengeknoopt. Dat is ook het beeld dat hij constant aan mijn halfooms en halftantes, zijn tweede leg die hij heeft gekregen. De half achteroom. Hoe zeg je dat? Zijn kleinkinderen, mijn halffamilie. Het is allemaal heel ingewikkeld, ook heel Indisch. Maar dat is het verhaal. Wat bij hem altijd een beetje, die jongetjes, het beeld waarin zijn schuld verknoopt is. Ja, ja. En veel zwijgen, hè? Tegen mijn moeder, ja. Niet tegen mij. Nee, niet tegen jou. Nee. Maar dat zwijgen geeft jij wel een hele specifieke, krachtdadig beeld. Dank je. Hoe? Nou, ik had nog nooit gehoord van geluidskamers met een minus. Ja. Decibel. Ja. Toen dacht ik van ja, als die titel ergens vandaan komt, is het met die vorm, die uitdrukking van hoe kan je nou zwijgen, hardhandig zwijgen, tot uitdrukking brengen. Dat staat daarin volgens mij. Ja, blijkbaar. Heb je dat net goed gelezen? Ja, ik heb het ook gelezen. Blijkbaar bij negatieve temperaturen heb je dus een decibel mee. Maar weet je wat dus het allermooiste is? Hè? Je hebt dus het begrip dode kamer, waarin dus geen enkel geluid meer mogelijk is. Ja.
En bij een van mijn lezingen hierover kwam ik een meneer tegen. Die was natuurkundige. Die was gepromoveerd op dode kamers. En zijn vader had in een Japanse interneringskamp gezeten. Ik denk, nou, dat, ja, het is gisteren geen toeval elkaar in de wereld. Ja. Ik roep nog eventjes richting publiek. Stuur ook vragen. Dan kunnen we die ook stellen. Kleintje. Ja. Ja. Kreeg instructies, hè? Ja, ik dacht dat het normaal was. Mijn oma waarschuwde me altijd voor de wereld. Ja. En je wordt als dochter word je wel vaker gewaarschuwd voor de wereld. Van niet met enge mannen praten, ja. Ga weg, dat ene vriendje is fout. Maar mijn oma was heel pragmatisch. Dus die gaf dan, dat zei ze, ja, als je naar huis fietst na het uitgaan, dan moet je wel met een sigaret in je hand naar huis fietsen. Dan kan je iemand... tussen zijn ogen. Ik denk, hoe werkt jouw hoofd? Ja. En ze zei ook, het was heel pragmatisch eigenlijk. Ik heb bijvoorbeeld op het schoolplein nooit problemen gehad mezelf te verdedigen, want ik kreeg instructies. Ja. Lange mensen moet je meteen op de knieën trappen. Ja. Kan je wegkomen. Ja. Nooit uitgaan met een rokje aan, want dan komen ze sneller tussen je benen. Het is misschien een vorm van liefde, maar het is ook best wel onheilspellend, want ik werd natuurlijk ook steeds banger voor de week. Het zit allemaal van die seksmaniacale engers in de borstjes en zo, weet je wel. Ik begon maar met roken in de overtuiging dat het beter was voor mijn veiligheid. Ja, dat is een heel speciaal motief, ja. Ja. Je hebt ook een projectie naar de toekomst geschreven. Ja. Op de Dam. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Hoe kom je daarbij? Nou, weet je, dit boek is uit 2019 en er zit een hoofdstuk in dat op een gegeven moment op de dodenherdenking op de Dam, dat is in 2025, breekt de pleuris uit. Ja. Er is ongeveer een soort damschreeuwer. We zagen dat ook al met de originele damschreeuwer. Je hoeft maar één lawaai te maken. We zitten ook zo erg, zijn zo alert op mogelijke aanslagen dat we meteen flippen. Maar als ik kijk naar hoe Nederland aan het polariseren is, hoe men aan de ene kant racisme probeert aan te kaarten, maar sommige mensen daar juist woedender en racistischer van lijken te worden. Ook, maar dat kon ik toen niet voorzien, als je kijkt dat we nu een behoorlijk rechtsdeel in de Kamer opeens vertegenwoordigd hebben. Ik denk dat die polarisatie zich verder zal doorzetten. Ik denk ook, kijk, je hebt... Ik was jaren geleden was ik op Lowlands en ik was met mijn vriendengroepje en een paar hadden Indische roots, net zoals ik, en een paar gewone huistuin- en keukenvriezen. En we gingen naar de Alpha-tent, dan gingen we dansen en dan ben je eigenlijk omringd door een hele grote menigte. En op een gegeven moment brak daar ook een soort onrust uit of zo, er stond een soort pit in die menigte. En wij dachten, oh, dit is foute boel. En we probeerden er weg te komen en ik en mijn Indische vrienden waren zoef, we weten niet hoe, maar we stonden meteen aan de zijkant, veilig. En de Friese, die werden onder de voeten gelopen. Ja. En ik wilde ook in dat deel aantonen dat je op een gegeven moment een instinct voor geweld hebt. Ja. En een instinct voor jezelf in veiligheid brengen. Ja. Dat zit bij ons althans heel sterk in de familie. Maar het is ook een waarschuwing van wat er kan gaan gebeuren. Het is ook een waarschuwing van wat er kan gebeuren. Ja. En het is ook een waarschuwing van... Ik denk dat zo langzamerhand onze samenleving in tweeën valt tussen mensen die zich hier thuis voelen en mensen die zich hier thuis voelen, maar niet hier het als thuis erkend krijgen van andere mensen. Daar zullen ook problemen gaan gebeuren, denk ik. Ja, dat beschrijf je ook uitgebreid in een aantal gedichten. Prachtige gedichten. Dank je. Wil je nog wat... Zeggen? Volgens mij hebben we helemaal geen vragen meer, hè, Adriaan. Nee. Niemand is meer gewend om na 9 uur wakker te blijven. Nee. Ze zijn allemaal na Jesse in slaap gevallen. En had je van die mooie muziek erbij. Ja. Iedereen helemaal in coma. Precies. Maar dat betekent dus nu ook dat we een... Nou, dan kunnen we een beetje wild gaan doen, want dit wordt niet opgeslagen, toch, jongens? Nee. Daar geloof ik er dus helemaal geen klap meer van. Laat ik wat gedichten voordragen. Of gaat iedereen dan meteen uitschakelen? Nee, ik wou net zeggen van, je wilt vast niet dat ik vraag of je iets wil voordragen. En dat is dus onze geheime connectie, Adriaan. Ik wist dat die vraag eraan zou komen. Ik ga, weet je wat, dit doe ik voor jou. Okay. Bij ons thuis was het echt trouwens een ding. Dat is even een kleine introductie, want deze bundel is eigenlijk, lieve mensen thuis, één groot gedicht. En bij ons thuis, dat is een beetje het stukje wat ik ga voorlezen, moest je zo wit mogelijk zijn.
Ik was ook de minst blonde thuis. Ik denk dat daar ook een beetje de weerzin van mijn oma met mij samenhield. En het was altijd van, blijf uit die zon. Hoe witter je bent, hoe meer dingen je kan maken. Fucking racistisch, maar paplepel ingegoten. En op een gegeven moment was ik 18, 19. En ik kreeg een zwart vriendje. Althans, ja, hij was gewoon Indo. Maar het was zomer en hij was heel bruin. En mijn oma die zei, dat is echt zonde van je huid. En ik snapte niet wat ze daarmee bedoelde. En toen heb ik er later, toen ik het wel begreep helaas, dit gedicht over geschreven. Je huid heeft iets sinisters. Ga maar na. Al die dagcrèmes die er zomaar in wegzinken zonder een spoor achter te laten. En hoe de zon sproetjes op je neus batikt. Mijn huid doet me denken aan de eerste keer. Zijn zwarte handen op mijn rug. Hoe zijn vingertoppen wel inductieplaten leken. De poriën veranderden in monden, happend naar meer, tot ook wij en de begeerte verweerden. Ik moest terug naar mijn mensen, terug naar mijn stam, die riep dat hoe witter ik was, hoe meer ik kon maken. Dus naakt liep ik van hem weg, liet hem achter in ons bed. En hij riep nog om mij, hij riep mijn naam, maar ik moest terug. Terug naar wat toen nog familie heette. En met elke stap bij hem vandaan voelde ik het zonlicht op mijn blote huid. En zo maakte ik forse vitamine D aan. En werd met iedere stap bij hem vandaan mijn gebit sterker, mijn geraamte harder. Geweldig. Vrolijk, hè? Zal ik er nog eentje doen om de sfeer erin te halen? Ja, doe maar nog één. Ja, oké. Het openingsgedicht gaat over toen mijn oma, ja, ik moet er maar even bij pakken, want ik ben een beetje ook, hoe noem je dat, misschien een beetje moe aan het worden en dan word je vergeetachtig van. Ja. Ik heb ook een keer heel moe mijn belastingaangifte gedaan, moet je ook niet doen. De je in dit gedicht is mijn oma. Op een avond begon je te hijgen. Greep je naar je borst en zei je dat je moest blijven ademen, omdat ze anders hadden gewonnen. Je kreeg roze pilletjes van de dokter, zo fijn dat het wel bloemblaadjes leken. Maar je geest bleef zich verzetten, wrong zich in allerlei bochten om het lijf waarin het al veel te lang zat opgesloten, te breken. Beukend tegen aderen die door de medicatie alleen maar in tralies waren veranderd. We vonden je naast het bed, met je bloedvaten compleet verkalkt. En tijdens het uitruimen van je huis kwamen we die pillen weer tegen. Op het boudoir. Ze lagen verstopt achter de foto's van je ouders. Honderden. En zo gerangschikt dat het leek alsof er achter de lijstjes kransen waren gelegd. Gemaakt van de allerfijnste kersenbloesem. Zijn er nog vragen binnengekomen, Adriaan? Ja. Yes! Yes. Van Ellie de Lacombe, die vraagt... Mooie naam. Ja. Voel je je meer Indisch dan Hollands als je ergens bent? Ik denk dat... Dan moet je natuurlijk afvragen wat Indisch is. Ja. Ik heb wel het gevoel dat ik... Ik voel me meer een hybride. Maar soms ook dat je niet alles snapt... Weet je wel, soms ook dat je een temperament hebt wat mensen, weet je wel, wat het op het Hollandse botst. Soms ook dat je fijngevoeligheden hebt of lange tenen, ja. Die je misschien wel wil afknippen. Ja. Dus ja, maar kijk, weet je, tegenwoordig, heel veel van mijn, ik denk dat heel veel mensen hebben tegenwoordig roots in het buitenland liggen. Dus wat dat betreft voel ik me ook wel weer thuis. Ja, zeker. Ik heb nog een slotvraag van Hans van Helden. Oh. En die is, wanneer mogen we een handtekeningenactie Ellen als dichter des vaderlands starten? Oh Hans, wat sympathiek van je. Ik heb Hans ook een tikkie gestuurd net hoor voor deze vraag. Ik denk, ik gooi het er toch maar eventjes in. Dank je. Nooit helaas, want ik ben verbonden aan NRC Handelsblad. En die krant doet mee met het Instituut Dichter des Vaderlands. Dus tenzij ik een switch naar de Volkskrant zal ik het nooit worden. Maar ik heb van die krant wel een soort volmacht gekregen om al zoveel mogelijk pagina's die ik wilde over te kunnen vullen over poëzie. Dus dit is dan mijn eigen offer om toch te kunnen evangeliseren voor de dichtkunst in het Landelijk Dagblad.
En je hebt je eigen agenda dan, hè? Dat is heerlijk. Ja, ja. Precies. Oké, ik wil je heel hartelijk danken. Dank, Adriaan. Voor deze geweldige bijdrage en ook voor het voordragen van je gedichten. Dank je wel. Dank je wel. We zijn aan het einde gekomen van deze Books on Tour. Ik zou zeggen, volg ons, volg Books on Tour. Kijk vooral op de site om te weten wanneer de volgende keer is. En ik wil tenslotte vragen of West Coast Acoustics ons weer muzikaal uitgeleide wil doen. Misschien willen jullie even in een paar woordjes nog even iets over jullie band vertellen. Wanneer jullie concerten geven, hoe jullie gevolgd kunnen worden, waar jullie optreden. Nou, dat is de laatste tijd is dat eigenlijk nergens, behalve hier. Dus we hopen dat corona, en ik denk dat dat voor iedereen die muziek maakt en daar ook nog wel eens voor een publiek wil optreden, geldt. We hopen dat dat snel weer kan. In plaats van, dit is natuurlijk ook leuk, maar gewoon weer met het publiek erbij en met mensen. Dus voorlopig spelen wij niet. Ze kunnen ons volgen via Facebook, West Coast heet het bandje. En als jullie nog wat meer over ons willen weten, wij zijn vooral, en dat is ook wel Indisch, wij doen dit omdat wij graag samen lekker Indisch willen eten. Dus muziek is eigenlijk een dekmantel voor satay kambing. Dus dat is het. En wij vonden het een eer en genoeg om hier te zijn. En we hebben nog één liedje voor jullie. En dat is eigenlijk een, ik noem het maar een echo uit de Tempo Dulu. Die ik, als je goed luisterde, bij mijn opa en oma, daar moest je echt wel je best voor doen, kon horen. En het heet Bengawan Solo. Bengawan Solo. Riwayatmu ini sedari dulu jadi perhatian insani. Musim kemarau tak berapa airmu. Musim hujan air mulap sampai jauh. Mata airmu dari Solo terkurung gunung seribu. Air mengalir sampai berjalan cinta, yaitu perahu Riana dulu. Kau berjalan-jalan cinta, lalu kita naik perahu. Riwayatmu